Ja, er is een grote sociale non-acceptatie. Ja? Zolang het binnenshuis en binnenskamers gebeurt, prima. Als we het maar niet over hebben, als we het maar niet benoemen. Op straat is het eigenlijk nog steeds ondenkbaar. Jullie kunnen niet hand in hand lopen? Kunnen we wel, maar dan zullen we daar wel op aangesproken worden. Wat wordt er dan gezegd? Je krijgt allerlei prettige woorden naar je hoofd gesmeten, zeg maar. En ja, soms tot het agressieve aan toe. Mensen vinden het verfoeilijk, vies, ziekelijk. Dat zijn de opmerkingen waar jongeren ook constant mee geconfronteerd worden. En dat is wat wij dus het allerergste vinden. Als jongeren denken dat zelfmoord de enige uitweg is om gewoon jezelf te mogen zijn. Gebeurt dat? Dat gebeurt. Mannen en vrouwen? Mannen en vrouwen. En u kent ze? Niet alle persoonlijke verhalen. En het grote probleem is, het wordt ook niet geregistreerd, want het bestaat niet. Dus je wordt ook niet eens in erkend. En dat is een groot probleem, een groot pijn. En dat is wat we willen. We willen die erkenning. Maar dat doen wij ook vandaag op een mooie manier, op een feestelijke manier. We gaan lekker feesten vieren. Vandaag geen discussies, geen debatten. We laten zien dat we trots zijn op wie we zijn. En dat we met elkaar in eenheid kunnen vieren. One kingdom, one love. Als rolmodellen voor al die jongeren die daar zich schamen voor wie ze zijn. Dus er zullen straks ook veel mensen langs de kant staan van wie u weet, wij zijn heel belangrijk voor hem of haar. Absoluut, want als je ziet dat als iemand geen ander uitweg ziet en er komt zo'n boot bomvol langsvaren met allemaal woorden en termen die voor hun herkenbaar zijn, van gezichten die voor hun herkenbaar zijn, nou wat er dan loskomt, nou en dat is wat we vandaag willen bereiken. Doet dat pijn voor u dat niet op haar geliefde eiland getrouwd kan worden? Ja, dat klopt. Wij zouden heel graag op een van de eilanden willen trouwen. Dat is echt onze grote wens. En ik weet ook zeker dat dat gaat gebeuren. Ja? Binnen hoeveel tijd? Wat mij betreft kan het niet snel genoeg gaan. En ik denk als er ergens een momentum is, dan is dat nu. En alle activisten die nu aan boord zijn en met heel veel energie teruggaan. Dus ja, ik hoop dat zij die kracht hebben, maar dat weet ik eigenlijk wel zeker.